We hebben besloten om niet door te gaan met het afschaffen van de dividendbelasting. Ja, een jaar lang hield Rutte zijn poot stijf om vandaag toch definitief anders te besluiten. De dividendbelasting wordt niet afgeschaft. Dus oppositie blij, maar het geld wat het oplevert komt even goed ten goede aan het bedrijfsleven. Dus oppositie toch weer minder blij. Nu moet de strijd doorgaan. Dit geld moet niet naar dat grote bedrijfsleven, maar het moet naar de samenleving, naar de publieke sector. Ja, alsof er helemaal niets veranderd is, maar dat is niet waar. Want in plaats van dat buitenlandse overheden en aandeelhouders een plezier gedaan wordt, komt het geld nu tenminste ten goede aan het Nederlandse bedrijfsleven. Door een verlaging van de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld. Wat in ieder geval wel aantoonbaar positieve effecten heeft. En dat is dus wel degelijk ook belangrijk en winst. Want ja, we moeten toch ook geld verdienen en concurrerend zijn. Dus wat mij betreft zijn dan dit soort tweets van Jesse Klaver, hè, alsof elke euro richting bedrijfsleven weggegooid geld is en er geen enkele euro richting klimaat en publieke sector gaat, toch ook veel te kort door de bocht om niet te zeggen populistische prietpraat. Financieel geograaf Ewald Engelen toch ook zeer kritisch op het grote bedrijfsleven. Dus wat dat betreft dat constructiever. Want ja, je kunt je natuurlijk wel afvragen hoe je dat bedrijfsleven stimuleert. En zijn stelling, door fiscale stimulering krijg je ook fiscaal gedreven bedrijven. Moeten we niet willen, wat hem betreft. Zit wat in. Hij zegt, als je een goed vestigingsklimaat wil, investeer dan liever in kwaliteit van leven. En dan denk ik aan onderwijs, dat soort zaken. Ik weet niet wat hij helemaal gelijk heeft. Maar goed, als mensen in plaats van alleen maar afbranden ook met alternatieve constructieve suggesties zouden komen, dan zouden in ieder geval het social media klimaat in Nederland al aanzienlijk van opknappen. Ten aanzien van het echte klimaat is er ook enige progressie. Donald Trump meldde namelijk vandaag dat klimaatverandering toch geen hoax is. Toch wel een beetje een stap in de goede richting. Tegelijkertijd is hij er nog steeds niet van overtuigd dat de mens daar een beslissende rol in speelt. En klimaatwetenschappers die dat wel beweren, de overgrote meerderheid, verdenkt hij van het hebben van een politieke agenda, zegt de man die klimaatverandering afdeed als een Chinese mythe. Jezelf tegenspreken. Ook Trump draait daar zijn hand niet voor om. Jezelf tegenspreken doen we allemaal wel eens, maar jezelf tegenstreven, dat komt toch zelden voor. Toch zit er niks anders op. Als je ijshockeyer bent in Kenia, die zijn er dus blijkbaar. Een handjevol gasten die à la de film Cool Runnings, hè, met die Jamaicaanse bobslayers, de ambitie hebben om ooit de winterspelen te halen. Alleen, er zijn zo weinig ijshockeyers in Kenia dat ze geen team hebben om überhaupt tegen te spelen. Maar een Canadese koffieketen, ooit opgericht door een legendarische Canadese ijshockeyer, zag er een mooie publiciteitsstunt in en vloog de heren naar Canada, waar ze eindelijk eens tegen een ander team kunnen spelen. It's a great day for us. It's a dream to be in Canada, to play our first game in full gear. It's all amazing. So let's try our best, let's push hard, and everything will follow our way. Twee Canadese tophockeyers dan ook nog eens meekomen spelen, dan komt er helemaal een droom uit. Mooi voorbeeld van hoe een in eerste instantie absurde ambitie toch ergens toe leidt. En natuurlijk ook een mooi voorbeeld hoe je daar als bedrijf dan marketingtechnisch goede zaken mee kunt doen. Anderen sloegen juist de plank volledig mis met hun marketinguitingen. Trendwatcher Richard Lamp onder andere waarschuwt al. Talkshows als DWDD, Pauw en RTL Late Night gaan dit allemaal laten zien, dit plaatje. En dan weet u het vast. Ja, dan kan ik natuurlijk ook niet achterblijven. Het gaat allemaal om deze peperdure shows met volgens velen heel ongelukkig design. Goed, het kan aan mij liggen. Ik zie het niet. Het zal een verhouding zijn. Ach ja, tot zover de opmerkelijkste RTL Z-topics op social media. Tot later.